Janna, wat ontzettend gezellig dat je hier bent. Zou je iets over jezelf willen vertellen? Uh, ja, tuurlijk. Uh, mijn naam is Janna en ik uh, ben 15 jaar. Ik zit op het Willem van Ryan College, dat zit in Wouwwijk. En uh, ik heb het daar erg naar mijn zin. En ik hou erg van boeken lezen en schrijven ook. En welk boek in het bijzonder? Uh, ik vond uh, Marlies Legers een boek uh, Verdrinken, vond ik heel erg leuk. En ik ga even kort wat over het boek vertellen. Tien dagen vakantie, feesten en drinken in de Spaanse zon het is een heerlijk vooruitzicht voor zeven vrienden. Maar heel soepel loopt het niet. Nog voordat ze vertrekken, wordt Nina zo dronken dat ze niet meer mee mag van haar ouders. En wanneer ze in Spanje zijn, lijkt het alsof Lars iets verbergt en gedraagt Elisa zich anders dan thuis. Voordat ze het weten, loopt het gruwelijk uit de hand. Welk personage zou jij graag willen ontmoeten? En wat zou je hem of haar willen vragen? Ik zou Lars willen ontmoeten. Hij is een erg leuke karakter en ik zou hem graag willen ontmoeten. Ja. En uh, ik zou hem vragen of hij uh, gelukkig was. En wie zou je graag willen zijn? Nina, ze is uh, misschien wel de drukste, maar wel de avontuurlijkste. En dat maakt haar een leuke personage. En wat zorgt ervoor dat jij dit boek in één ruk uitlas? De verschillen in perspectieven. Ik vond uh, doordat iedereen zijn eigen spannende verhaal had, vond ik het leuk om te lezen. En maakte het boek ook erg spannend. Dank je voor je tijd.